April 2013 was niet zomaar een koninginnedag. Naast een bezoek aan de haast onoverkombare vrijmarkten die in het gehele land gehouden werden, waren vele Nederlanders gehuld in het aan ons koningshuis verbonden oranje. Het werd een zonovergoten dag waarbij geen enkele wanklank tot uitdrukking gebracht werd. Dit was dan ook het beeld dat overheerste in de vele gemeenten die Nederland rijk is. In onze hoofdstad echter vonden nog spannende zaken plaats. Vele Oranje-fans, gehuld in oranje gewaden of getooid met oranje kronen, waren via de door de organisatie toegestaande wegen naar de hoofdstad afgereisd. Aangekomen op de Dam werd het geduld van menigeen op de proef gesteld, want het zou nog geruime tijd kunnen duren voordat koningin Beatrix al daar het woord zou nemen en de menigte zou toespreken. Om 10:00 precies is de Dam volgestroomd, in afwachting van het moment waarop de afgetreden vorstin en de nieuwe vorst op het balkon van het paleis op de Dam zullen verschijnen. Vele Nederlanders willen onze majesteit, die na haar 33-jarige koninginnenschap haar pensioen aanvaardt, bedanken voor haar daadkrachtigheid. Ook wordt de nieuwe vorst, die onder naam van koning Willem-Alexander te boek zal komen staan, met enthousiasme als vorst van Nederland welkom geheten. Ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen en bevlogen jaren, waarbij voor u intens dankbaar zijn. Deze namens de koningin wil ik ook u allen op de Dam, in Amsterdam, in Nederland en de Caribische delen van ons koninkrijk hartelijk danken voor het steun en vertrouwen dat we van u hebben mogen ontvangen. Dank u wel.
Nadat het volkslied vanaf het balkon en vanaf de overvolle dam ten gehore gebracht was, verdween nu prinses Beatrix vanaf het toneel. En kwamen de drie prinsesjes, Amalia, Alexia en Ariane, tezamen met hun ouders het publiek toezwaaien. Met deze oprechte groet aan het publiek dat op één gepakt op de Dam aanwezig was, werd dit deel van de bijzondere Koninginnedag 2013 op vrolijke wijze afgesloten.